staan op de camera obscura kreeg. De garageboxen, die er nogal vervallen uitzagen, die zijn mooi opgeknapt door graffiti-kunstenaars. Ze worden wel over een half jaar alweer gesloopt, maar vandaag is de feestelijke opening en in de tussentijd zijn het mooie boxen geworden. En daarom hebben we vandaag een klein feestje met wat hapjes en dat we gewoon even aan de buurt laten zien wat hier gebeurd is en hoe mooi het is geworden. Jij bent van de Stichting Krachtwijken. Wat was je idee? Nou, op initiatief van Mitros, die natuurlijk de boksen helemaal weg zagen rotten, zijn we dit project begonnen. En vanuit Stichting Krachtwijken zijn wij juist de organisatie hier in Overvecht die juist die binding en de verbinding met mensen goed kan maken. Ook met kinderen, maar ook met hun ouders. Er zijn hier heel weinig activiteiten over voor kinderen, eigenlijk bijna niks te doen. Dus we dachten, nou, we slaan twee vliegen in één klap. We gaan samen met Mitros en het project in college de boksen beschilderen. En daarin zijn wij belangrijk geweest in de zin van dat wij de mensen bereikt hebben en de jongeren die zo belangrijk zijn om dit project uit te gaan voeren. Jij bent van Mitros, wijkconsulent, en deze schilderingen, dat was jouw idee. Hoe ontstond dat en hoe is het gegaan? Ik ben nu ongeveer 2 jaar werkzaam in deze wijk en ik krijg wel veel terug van mensen dat ze, of van de jongeren vooral, dat ze graag wat meer zouden willen doen in deze wijk, wat meer bezig zijn. Toen heb ik Bushra benaderd van Krachtwijken. Zij mij in contact gebracht met de kunstenaar en samen met de jongeren uit de wijk is dit mooie project eruit ontstaan. We zijn in augustus begonnen met dit project om de garages dus eigenlijk op te knappen, zodat het, de leefbaarheid in de buurt wat vrolijker werd. Jij bent de beeldend kunstenaar die dit gemaakt en ontworpen heeft. Hoe heb je dat gedaan? Nou, zoals ieder ontwerp eigenlijk begint op papier, ben ik natuurlijk met potlood en papier begonnen met het idee uit te schetsen op papier. In samenwerking met Krachtwijk ben ik begonnen met het maken van een slogan. En de slogan is geworden: wij zijn krachtig Overvecht. En aan de hand daarvan ben ik letters gaan ontwerpen en characters. En eigenlijk gewoon in mijn stijl, die ik altijd toepas. En daar hebben de kinderen bij geholpen. Het zijn kinderen uit de wijk, van allemaal verschillende nationaliteiten, jongeren. Eigenlijk komen ze ook van het trajectencollege, want daar hebben we ook een samenwerking mee gedaan. En we hebben met kinderen uit de buurt gewoon die mee hebben gedaan. Het is ook dat ze voor het eerst in aanraking kwamen echt met het beeldende vak. En ze waren erg enthousiast en sommigen zeggen, ja, dit wil ik echt graag doordoen. Ik heb een nieuwe hobby erbij. Maar ja, goed, van je hobby kan je ook je werk maken. Ja, jammer dat het over een enige tijd weer plat moet, hè? Ja, het is bijna jammer om ze te slopen nu. Wat komt er voor in de plaats? Hier komen parkeerplaatsen. We gaan natuurlijk meer woningen bouwen, dus er zijn ook meer parkeerplaatsen nodig en die komen hier.